guys, leuk dat jullie allemaal weer checken naar mijn vlog. Deze week is het thema Halloween. Wat heb ik op mijn neus? Oh, dat is het. Ja, sorry. Dus ja, thema Halloween. Ben je scherp? Wat heb ik gedaan? Nou, er waren een aantal dingetjes te doen. Vooral in de dagen voorafgaand aan Halloween. Halloween is hier de 31ste van oktober, wat logisch is, want dat is de nationale feestdag. Maar ja, dus de week voorafgaand waren er een aantal dingen te doen. Ik was in Elgin, het stadje hier in de buurt. Want daar hadden ze Halloween on the streets, or Nightmare on the streets, something like that. Dus ja, iedereen was verkleed. Super druk, maar super tof. Kon helaas niet meer naar binnen, maar dat zie je straks verder wel in de vlog. Maar ja, op straat was het ook gewoon heel gezellig en veel gelachen. Verder heb ik flink wat huisfeestjes bezocht. Eigenlijk omdat we nu in de second term of the first semester zitten, dus de tweede periode van het eerste semester. Midterms waren klaar, dus iedereen was ook vrij. Dus ja, mensen wilden gewoon een beetje chillen en een beetje gezelligheid. Dus ja, veel feestjes, veel verjaardagen waar ik langs ben geweest. Maar super tof. Verder heb ik een beetje aan school zitten werken. School gaat goed. Midterms gingen goed, wat ik in mijn vorige vlog ook al vertelde. Dus ja, nu komen eigenlijk alle groepsprojecten die we moeten afronden en alle laatste assignments die we moeten doen. Ik heb nog steeds veel problemen met mijn 8 uur les die ik 's ochtends heb, om 8 uur 's ochtends. Omdat het gewoon hels is om op te staan. Nou probeer ik ze allemaal bij te wonen en ik heb volgens mij nu 2 gemist of zo. Oké, doet het verder ook allemaal niet toe. Anyway, Halloween. Halloween was leuk. Er waren dus een aantal evenementen. Ik was dus naar Elgin. Voor de rest hier op Judson waren ook een aantal dingen te doen. Ik heb een pompoen gesneden. Er was een haunted house. Er is namelijk een wijkje vlak eigenlijk tegen Judson aan. En Judson heeft daar een huis. Hij is eigenaar van een huis daar. Dat staat helemaal leeg. Dus een aantal studenten hadden daar een haunted house van gemaakt. Ik kon het helaas niet filmen. Omdat het mocht gewoon niet vanwege de lichten en de technische dingetjes die daar gebeurden. Maar het was super tof. Ik was met Ons, John, Alyssa, Jen en nog een andere chick die ik eigenlijk niet kende. Doet er verder ook niet toe. Ik vond het heel leuk. Ons was heel bang. Die heb ik echt heel hard horen gillen. En John en Ons liepen achter mij. En die waren alleen maar aan het duwen van loop door, loop door, loop door. Want ja, volgens mij was ze gewoon een beetje bang. Ik denk eigenlijk dat Ons heel bang was. En die echt zeg maar bijna op John's rug zat. En John daardoor dacht van we moeten doorgaan. Want nou, het werd gewoon een beetje te intiem misschien daarachter. Maar ik vond het super tof. Ik herkende ook een aantal studenten, dus dat maakt het ook wat minder eng. Maar ze deden het best wel oké. Dus verder. Ja, dat was eigenlijk een beetje verder huisfeestjes gedaan. Mijn school gaat goed. Halloween was tof. Het is echt een happening hier. Dat zeker. Mensen zijn echt verkleed. En ook in de kantine, de 31ste, waar staat ze allemaal verkleed te eten. Niet allemaal, maar gewoon een aantal leerlingen die wel gewoon heel de dag in een kostuum over campus liepen. Dus dat was wel grappig. Verder heb ik eigenlijk in de afgelopen tijd veel sportwedstrijden bezocht. Omdat het seizoen hier is begonnen. Dus het basketbalseizoen is begonnen. Eerste wedstrijd een deel van gezien. Tweede wedstrijd wat meer van gezien. Super tof. We waren ook cheerleaders. Dus ik voelde een beetje alsof ik in een One Tree Hill scène was gestapt. Voor de mensen die dat vroeger keken, dat was zo'n serie van vroeger. Maar dat was wel heel interessant, was leuk. Verder nog een paar volleybalwedstrijden bijgewoond. Veel in de bibliotheek rondgehangen. Gewerkt aan mijn videoproductions, aan mijn huiswerk, dat soort dingetjes. Ik ben eigenlijk Chicago niet meer in geweest de afgelopen tijd. Ik heb een beetje dingen eigenlijk zitten regelen voor als Tess overkomt naar New York. En mijn zus Sandrine komt naar New York en wanneer mijn mama hier is. Want het is nog maar 5 weken. Ik bedoel, het semester is bijna afgelopen. Dit is zeg maar week 5 en dan volgende week is 4 en dan is het aftellen. Dus mijn mama komt dan over voor een weekje. Blijven we het laatste weekend hier nog op Judson en dan gaan we volgens mij nog een aantal dagen in Chicago rondkijken. En dan heb ik vervolgens 9 dagen om naar New York af te reizen voordat ik daar test moet ophalen van JFK vliegveld. Over New York gesproken, ik had een poll een tijdje geleden, denk ik vorige week ergens op mijn Facebook gezet. Omdat ik eigenlijk niet zeker wist welke steden ik wil gaan bezoeken onderweg naar New York toe.
Ik heb het hier op campus een beetje rondgevraagd wat mensen leuke steden vonden in de buurt, maar er kwamen eigenlijk heel veel gemengde antwoorden uit. Dus ik denk, nou, ik ga het gewoon een soort van actie van maken voor in mijn vlog. Dus ik heb hem online gezet, een poll. Als je nog niet hebt gestemd, breng je stem uit. En dan kan ik het verwerken in mijn vlog in de dagen dat ik dus naar New York reis. Ook als je toevallig weet dat er iets leuks te doen is in die stad, laat het me even persoonlijk weten. En dan kan ik kijken of ik er even langs kan gaan of er iets meer van kan laten zien. Ja, dus dat zodoende. En ja, verder, ja, dat was denk ik eigenlijk wel een beetje. Ik heb niet zo heel veel te vertellen. Ja, weet je, campusleven, blijf toch gewoon studeren en zorg dat je je vakken haalt. En verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel te melden. Nee, dat was het een beetje. Dus ja, breng je stem uit op mijn poll. Jullie beslissen welke steden ik ga bezoeken. Als jullie nog leuke of andere leuke alternatieven hebben of weet dat toevallig in dat stadje iets leuks te bezoeken is. Dat stadje, in de stad iets leuks te bezoeken is. Laat het me even weten. Dan ga ik het uitzoeken. Ja, en verder, thanks for checken. Dus check it. The only thing I forgot is a bottle of water. Later. No, no. We zijn nu onderweg naar een Halloween feestje in Elgin. Ik heb Panda meegenomen. En ik ben met Ange. En Rachel en John. En dit is Jen. Jen is wearing my panda hat. Dus we zijn nu onderweg. Er stond echt een super lange rij, maar we gaan het gewoon proberen. Ik hoorde dit eigenlijk van mijn kapper. Toen ik een paar weken geleden naar de kapper ging, hij vertelde mij dat dit vanavond was gaande in Elgin. Dus we gaan het even checken. En dan ga zo meteen wat meer filmen. Ze staan in de rij. De rij is lang. De rij is echt hels. Het gaat hier de hoek om en dan moeten we nog een heel blok. Dus we zijn met onze eigen muziek en onze eigen drinks aan het partyen. On the street. Yay. De lijn is zo lang. Er staat één heftige rij. We moeten helemaal tot daar. Dit is crazy. This is not going on your vlog. It is. I'm smoking. It is going on my vlog. No, you gotta crop me out. No, I'm not. At this point, it's whatever. Oké, zo dit is de. Dit, ja, ik moet jullie helaas teleurstellen. Want de rij duurde zo lang. Dit Halloween feestje on the streets ging door tot 11 uur. En het is nu 9:45. We waren nog niet eens binnen. En ik had het gevoel dat we waarschijnlijk nog wel 15 minuten tot een half uur moesten wachten. En we vonden het niet echt waard om $15 te betalen voor een uurtje. Dus we gaan nu terug. We gaan nu naar een huisfeestje. We blijven onze costumes gewoon dragen. En ja, sorry guys. It looked like fun though. Er was live muziek. Iedereen was verkleed. Dus ja, het is best wel een big happening over here. Maar ja, weet je wat ik zeg? Het is gewoon voor een uurtje $15 betalen is een beetje extreem. Dus ja. On to the next party. Let's go, let's go. Freshmen are at the party right now. We zitten in de auto. What? En we zijn aan het nadenken waar we naartoe gaan. Hey. Je ziet echt helemaal niks. You don't see anything. It's just black. I'm gonna still put it in my vlog though. Ik heb
Halloween food. No, don't do that. Tomato, dye your hands. Yeah. What is it? Toothpaste. How do I know which ice cream is what? Chocolate. Oh, chocolate. You guys look angry. Oh, sorry. How cold is it? My soul is dying right now. It's actually not that bad. It was worse yesterday. Like, I drank 3 bottles.